vorige keer in Henkie zijn leven. Leven, leven, leven. Abonneer! Kan je maar rijden, joh! Okay, je bent helemaal niet goed in rijden, joh, sukkel. En dan ga je zeggen dat ik niet kan rijden en jij houdt mij gewoon naar rechts in. Ik hou jou inderdaad gewoon rechts in met je snor. Oké, kijk eens, ik krijg 10 minuten met deze auto en ik moet hem testritten voor hun bedrijf. Ik ben zo ontzettend blij dat ik deze auto ook even mag testen. Hij is helemaal kapot. Oh, wat gaan ze boos worden. Fijne dag. Fijne dag. Oh, zijn auto is kapot. Hij heeft het volgens mij niet door. Volgens mij heeft hij het niet door dat zijn auto kapot was. We moeten snel rijden, kijkers. Nee, je moet de ambulance bellen. Ga ik het doen. Oh, daar zijn ze. Inderdaad. Dag meneer de ambulance. Hallo. Wil je vertellen wat er gebeurd is? Nou, ik was met mijn auto gebotst. Tegen een stuk van, eerst tegen een rots en toen tegen een boom. Maar ik heb geen mobiel bij me. Dus ik kon niemand bellen. Dus toen ben ik maar rustig doorgereden. Toen kwam ik met deze man hier, hoe heet die, Fred? Met die telefoon daar die jullie gebeld heeft. Die kwam ik tegen en toen ging ik even met hem praten. En toen in één keer viel ik om, toen werkte mijn benen niet meer. Nou, ik vind sowieso op je benen een paar schaafwonden. Ja. Hier ga ik even desinfecteren. Ga ik het een beetje open doen, dus dan kan ik hem een klein beetje pikken. Nee, er is nog meer ambulance! En politie en twee keer ambulance, wat een chaos voor mij. Ja, nu nog even je andere been. Hij is goed. Okay. Auw! Hey. Auw! Ja, weet u zeker, u voelt hele been niet. Nou, ik voel ze wel, ik voel ze wel. Voelt ze wel? Ik durf gewoon niet meer op te staan, want dit zakt ik er gewoon doorheen. Nou, als ik en mijn collega u... Ik en mijn collega u even heel voorzichtig omhoog helpen. Oké, okay, gaan we even staan. Kunnen. Dan gaat hij even op ons steunen en dan kijken of u blijft is staan. Goed, is ja? Goed, oké. Oké, okay, doen we 3. Oké. Nou, ik krijg af en toe een beetje nog een zwart voor mijn ogen, hoor. Oh, dat is niet zo mooi. Nee, hè? Hey, van wie is deze auto? Hey, wilt zo, u, rustig aan! Ja, dat hoort hij jongen, niet, hè? Jongen, lijkt net de hoe missie, kan je nou zo staan? Rustig, joh! De bocht mee! Ja! Henkie, kan ik je anders eventueel ergens naartoe brengen? Ja, ik moest hier naar boven, naar het observatorium eigenlijk. Stap maar in die zwarte jean cadet, yes. Is goed. Ah, we gaan met je mee. Ah, zo hé. Hey. Wat een weer ineens. Inderdaad. Wat een herrie. Maar waar was je nou tegenaan gebotst? Ja, ik kwalde eerst tegen een rots en daardoor vloog ik een beetje de lucht in. En toen knalde ik in één keer tegen een paal aan of tegen een boom. Oh, dat is niet het best. Nee, dat is zeker niet best. Maar ik moest hier naar links, want ik hoorde dat iemand hier hele leuke legale taakjes had. Ja, ik begrijp precies wat jij bedoelt. Ja? Oké, loop je dan even mee of blijf je hier? Oké, even kijken hoor. Ik wil een opdracht van hem. Oké, ik moet een auto stelen. Maar stelen is toch illegaal? Ja, dat is illegaal. Maar als je niet gepakt wordt, is niet illegaal. Oh, nou dan is het goed joh. Kom, we gaan. Ik moet in principe wiet afleveren, maar ik help. Wiet? Wie is wiet? Ja, wiet. Wie is wiet? Notenbeskaat. Oh, lekker! Nou, dan ga ik mee met wiet afleveren, hoor. Ik kan niet wachten tot ik wiet ontmoet. Helemaal goed. Dan ben jij snel trouwens, hé. Oké, dan ga ik eerst even die wiet ophalen en zullen we dan jouw auto ophalen. Is wiet een meisje of een jongen? Ja, het ligt eraan hoe je het wilt zien. Nou, 2020, we zijn open. We zijn heel open. Ah, vind je het gezellig met je Pieter? Jack nogmaals, maar goed. Oh ja, Jack, dat was het. En hoe lang monteer je eigenlijk alle voertuigen? Al mijn hele leven. Ik ben met de moersleutel geboren. Nee, dat is eigenlijk niet waar. Ik was geboren en toen viel er een moersleutel op mijn hoofd. Maar ik zeg altijd dat ik met hem... Au! Au! Wat is dit? Geen wat idee. Is dit ineens? Maar ik moet in één keer abrupt ook met mensen... Hé, dat is Gerard! Wat leuk! Ik moet heel nodig plassen ineens. Helemaal goed. Succes! Okay. Tot zo! Ah, zo hé. Ik moet echt even heel nodig plassen, kijkers. Zo hé. Oké, nou dat is ook weer lekker gelukt. Dan gaan we snel terug naar de auto. Hé! Waar is hij nou heen? Nou, dat vind ik ook niet leuk, hè? Dat vind ik ook niet leuk, kijkers. Wat is hier nou gebeurd? Hey, Gerard! Henkie! Oh, wat gezellig! Ik reed net heel hard langs je. Ja, dat zag ik. Oh, ik reed net echt heel hard langs je. Maar wat doe je hier? Ja, nou, ik wil mijn autootje even pakken. Is dat jouw auto? Geleend. Geleend? Oh, ja, nee. Ja. Dat geloof ik dan natuurlijk. Wat heeft u een mooie pet op trouwens, meneer, die roze? Henkie? Ja? Doe je met mij gokken? Gokken? Ja. Wat voor manier gokken? Oh nee, dat moet fout gaan. Ja, ik heb allemaal van mijn viesjes gekregen. Wat kan je ermee doen dan? Ja, dan kan je op zijn tafel gooien en dan krijg je 50% kans dat je het verdubbelt. Oh! Ja, ik weet niet of ik tijd heb om nu te gokken. Ik had eigenlijk iets heel... Ik zou met de persoon wiet ophalen, zei die. En wiet is volgens mij... Ja. Ik denk zelfs dat het een meisje is. Maar we gingen haar ophalen. Alleen ja, uiteindelijk moest ik even plassen. En toen was ik hem ineens kwijt. Misschien is je wel op voet. Ja.
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar in de auto, dus ik ben snel hierheen gereden. Kijk, mijn auto staat hier ook gelukkig weer iets door de ANWB hierheen gebracht. Wat heb je toch een mooie auto, joh. Ja, dankjewel. Daar gaat hij, hoor. Appel, hij is mooi, hè? Ja. Ik weet niet, misschien kunnen we even kijken of we mijn wiet terug kunnen halen. Of mijn wiet. Of we wiet kunnen ophalen zelf. Oh, dat wil je. Of dat ik hem kan vinden. Hij heet, wat is het zo? Ik ben zijn naam vergeten. Volgens mij was het iets met Michael of zo. En hij was Italiaans. Oh ja, die heb ik ook wel eens gehoord. Ja, weet je wat ik bedoel? Hij praat een beetje langzaam. Ja, Gerard, je bent ook lekker bezig geweest. Hij praat heel langzaam. Hij praat heel langzaam. Althans, dat weet ik niet. Hij praat Italiaans. We gaan hem zoeken. Goed bij jou. Ik wens jullie heel veel succes, heren. Dankjewel. En niet met de roze pet. Yo. Oh, je gaat ook echt achterin. Nou, gezellig. Ja, gezellig. Gezellig. Heb je ook zo'n tv-schermpje achterin? Nee, oh, dat zou zo leuk zijn om te monteren. Ja, waarom doe je dat dan niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet. Maar ik had hier met hem afgesproken, maar hij is gewoon nu ineens weg. Of is dat hem? Dat is hem! Hey! Oh! Hey! Oh, daar is hij weer. Nou, wat toevallig! Ik zit vast. Oh, ja, wacht. Hij is helemaal gemaakt, man. Waar was je heen? Hoi. Hey! Ja, ik moest ook even slaapje doen. Oh, jij moest even slaapje doen. Gaan we wiet nog ophalen of heb je wiet inmiddels zo opgehaald? Wiet heb ik al opgehaald en geleverd. Oh, hoe ging het met haar? Heel goed. Heel goed? Oh, wat toevallig dat ik jou dan... Oh, wat leuk dat je er weer bent. Maar is het leuk als Gerard meegaat met ons avontuur? Ik vind het helemaal nog goed. Ja. Ik heb deze meneer alleen verhalen gehoord van mijn broer. Voor de rest nog nooit gezien. Oh, aangenaam meneer. Dit is opa Gerard, opa Gerard. Dit is Michael, waar ik het over had. Jack Bone. Oh ja, Jack Bone. We moeten even nog die auto... Ik had een autoklusje, maar die is inmiddels wel verstreken. Want de tijd zat al op, volgens mij. Ja, inderdaad, maar we kunnen wel een nieuwe doen. We doen een nieuwe! Ik zal even voor u de deur open doen, meneer. Kom maar, Gerard. Sta maar voorin. Geen probleem. Aardig, meneer. Gerard. Ja. Michael hier, die heeft mijn leven gered. Hoe dat? Ik zeg dat je een ongeluk had gehad. Ja, ik had een ongeluk gehad en toen was Michael er om mijn leven te redden. Ik zag een auto staan, ik denk dat het is die van Henkie. Ja, daar ben ik in ieder geval blij. Henkie, zou jij het erger vinden om zo direct die Jack Hunt op te halen? Nee joh, dat vind ik helemaal prima. Gaan we doen. Gaan we het samen helemaal met hem zelfs doen. Maar Henkie, ik wil je vertellen. Hè? Nou? Ik was zo straks beroofd. Bij wie? Hierboven was ik beroofd. Was je beroofd? Door wie? Ja, door zo'n verschrikkelijke man met zo'n rood petje. Zo'n restaman. Echt? Ja. Oh, wat vervelend. Als we tegen zouden komen, dan stelen we ze de nootmuskaatkoekjes. Ja, maar Henkie. Ja. Heb jij ook al een hamer? Nee, die heb ik nog niet. Heb jij geen hamer? Ik heb nog helemaal geen hamer. Trouwens, die had ik wel, maar die is door de politie ingenomen. Alsjeblieft. Oh, een nieuwe hamer. Ah, wat leuk. Ik ga gelijk wachten even, hoor. Ah, zo. Is wow, wat zijn we aan het doen, man, bro? Hey, gek! Wat doe je hier? Wat? Wat doe jij hier? Volgens mij is hij uit zijn zigeunerkampen gekomen. Ik denk het ook. Je hebt die mensen wat te laag zitten, zie je maar wat? God, ik donder wel weer op je. Daar gaat hij alweer. Nou, kom, dan gaan wij verder. Bijna dag. Stap in! Ja, helemaal het. We gaan eerst even check halen, hè? Ja, zeker weten. Oké. Waarom heb je lampjes niet aan? Die had ik altijd al aan. Hey! Hoi! Wat is er met je auto gebeurd, Gerard? Waarom ligt die hier? Hoe komt je auto hier? Waarom ligt zijn auto hier zo? Nee, dat is van Gerard's auto! Daar krijgt hij van het slot af. Oké, we gaan eerst Jack ophalen. En dan, daarna gaan we de auto ophalen. Want het was legaal. Wat zei je ook alweer? Het is illegaal als je hem steelt, maar niet illegaal als je niet betrapt wordt, toch? Als de politie je niet pakt, is het niet illegaal, vind ik. Hallo, mijn naam is Gerard. Hoi, ik ben Jack. Mijn auto is trouwens... Ben bij achter je. Zullen we een andere auto pakken even? Ja, dat kan. Ik heb toevallig een leuk geldbedrag. Dus we kunnen ook zo direct een auto kopen waar we mee kunnen hebben. Oh, dat is ook heel gezellig. Volkswagentje Golf niet dan. Hé, ja, wat is het, Jack? Ja, ik moet jou nog even spreken over mijn auto. Is goed, joh. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Ik kreeg toen straks een appje van Jack Bone dat hij een beetje totaal los was afgeleverd. Echt? Ja, maar dat heeft hij denk ik zelf gedaan. Hij is niet helemaal te vertrouwen, volgens mij. Heeft hij zelf gedaan, hoor. Ja. Dat denk ik wel. En jij hebt echt niks met die auto gedaan? Nee joh, kijk, hier is de andere auto. Stap gezellig in. Niks aan de hand. Oké, ga jij met mij mee, Gerard? Dit is onze auto. Dit is allemaal legaal blijkt, hè? Dat we dit pakken zo. Oké. Ja. Nou, je moet denk ik 2 minuten wachten. En dan krijg je een belletje en dan moet je daarheen. Oké, nou, dan gaan we in ieder geval even rondrijden. Oh, ik heb een mailtje gekregen. Dan moet je even wachten. Moet je even wachten. Paar seconden, wacht. Hoezo? Dan krijg je een GPS. Die heb ik. Oké, toppie. Top. Ik heb hem in de GPS gezet. Goed zo. Gretje gel. Dan gaan we hem afleveren hoor, dan gaan we. Tudududu. Hup, oké. Oh!
Zo, je komt in één keer heel dichtbij tegen me aan zitten. Heb je je riem helemaal niet om? Nee. Nee, ja. Ik dacht, je bent zo lekker warm, kan ik wel even tegenaan leunen. Oh ja, dat vond ik ook wel gezellig. Jij had het een beetje koud. Daarom. Zo wat ja, gezellig, hé, die legale dingen die wij zo met z'n tweeën doen. Die auto's van mensen ja. Naar andere mensen toe brengen. Heb je al veel verdiend dan? Ik heb nog helemaal niks verdiend. Daarom. Het is de eerste keer. Dit is de eerste keer dat ik dit doe. Ik denk, nou, vind ik ook wel eens leuk om te doen. Gewoon voor mensen met auto's werken zo. Hoeveel, ja, geld denk, hoeveel geld denk je dat je krijgt? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar goed, een gokje. Ik hoop 5 euro of zo. Dat hoop ik echt. Nou, nog 5 euro. Hè? Huh? Het is wel meer dan 5 euro. 6 euro? Dat komt wel in de buurt. Oh, 6 euro komt wel in de buurt van. Ja. Oh, dat is wel een beetje 5,50 euro of zo. Nee. 5,80 of zo. Oh, 5,80 of zo. Oh, nee, oké, dan is het goed. Dat vind ik wel ongeveer wel fijn. Oh, hier heb ik ook al eens eentje moeten verzenden. Oh, je hebt dit ook wel eens een keer gedaan? Ja. Oh, wat leuk. Oké, ja, zo. Die man heeft heel veel plusjes. Hier is het. Zo. Wat staat er nu? Dat ik uit moet stappen. Ja, ik heb hem best wel netjes neergezet, denk ik. Oh, ik heb 1350 euro gekregen. Hey. Dat is toch veel meer dan 5,80, joh. Oh, wat? Ik dacht dat het echt... Oh, het is veel te veel geld, Gerard, voor mij. Ik kan dat geld wat je hebt. Ja? Omzetten in muntjes. Echt? En dan gokken. En dan kan je gokken. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Maar waar zijn... waar zijn ze? Italianen. Ik kan wel vragen aan die vrachtwagenchauffeur. Welke chauffeur? Oh, rennen, snel. Rennen, pak hem. Hou hem tegen. Oh, daar gaat hij, joh. Gerard gaat hem tegenhouden. Oh, Gerard! Gerard! Nee! Gerard, gaat het wel? Ja. Oh, het gaat met je. Mijn zo, je bent wel echt goed aangeraakt. Au! Hé, daar heb je ze volgens mij. Ja, dat zijn ze. Hou ze tegen. Hé, daar zijn jullie. Waar waren jullie kwijt? We hadden een lege tank. Opa, wil jij nooit meer voor zo'n auto springen? Wat zeg je? Wil je nooit meer voor de auto springen? Want dan had ik je bijna dood gereden. Dan moest van Henkie. Nee, ik zei hem tegen. Ik zei niet springen voor. Ja, nou, dacht ik. En dan spring ik ervoor. Dan hou ik hem misschien wel tegen. Oh, ja, nee, nu snap ik het. Maar we hebben hem afgeleverd. Maar dit was leuk. En ik ben niet gepakt. Dus dit was allemaal legaal. Inderdaad. Dat is wel mooi. Wat ik wel heb, is dat mijn geld is heel vies. Ik heb er ongeluk in de modder laten vallen. Het is helemaal zwart. Helemaal vies. Weet je wat? Je kan het zo direct wel aan mij geven. En dan zorg ik ervoor wel voor dat je het kan gaan vergokken, ja? Maar hoe doe je vergokken? Ja, dan krijg je van die vieze muntjes. Ik wou ook weer geld, maar dat werkt als niet. Als jij zeg maar zo meteen naar Jack Bone geeft, die even een paar contacten. Ja? Die zet het voor jou om in bepaalde dingen. Oh, what the fuck? Wat doe jij nou weer? Jack Bone die regelt iets voor jou. Oké. En die krijgt dan uiteindelijk dingetjes die jij kan vergokken in het casino, zeg maar. Oké, nee, is goed, dan gaan we dat doen. Ik vind het wel heel spannend hoor. Wat gaan we doen? We gaan met muntjes inzetten. We gaan blackjacken. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Ik ook niet. Eén muntje is 1 euro. Oké. Okay. Ja. Dus zo direct kom ik met een zak met muntjes terug. Is goed. Alsjeblieft. Nou, tot zo. Nou, daar gaan we. Ben je al eens geweest? Ik ben hier nog nooit geweest. Wat is dit mooie binnen? Ja, maar glinstering, hè. Echt, is het niet te veel licht voor jou zo? Ik vind het zo spannend. Gerard, hoeveel gaan we winnen? Ik denk niks. Wat is het fel hier eens, hè, in de hemel? Dan ben je... Oh, jij bent natuurlijk al jaren dood. Oké, blackjack. Daar gaan we. Oké, wat moet ik doen, Gerard? Mevrouw, die gaat zo meteen wel uitleggen. Inzet invoeren. Hoeveel zet jij in? Ik ben heel lang, hè. Zo, ik heb bevestigd. Ik heb 100 muntjes ingezet. Ik heb 6. Ik heb 17. Wat nu? Stoppen! Nee, dankjewel. Hey, waarom neemt ze mijn muntjes nou af? Waarom doet ze dat? Bonjour. Hallo, Frans, bonjour. Mevrouw. Gerard, ik ga nu heel veel verdienen. Let op, hoor. Ik heb 250 ingezet. En u? Ik heb 200 ingezet. Nou, ik snap het spel niet. Wat doet u, mevrouw? Gaat u meer pakken? Nee, ik ga het niet riskeren. Oh, u gaat niet riskeren. Ik wel. Kijk, zo werkt dit spel. Let op. Boom! Ik heb 18! Zo, en dan dat stoppen doet we. Dat doet u wel goed? Dan stoppen we. En 25! Oh, wat fijn! Kijk, ik heb gewonnen! Echt? Ja, we hebben gewonnen. Iedereen missen. Goedendag, Henkie. 400 gewonnen. Het gaat supergoed. Henkie, ik heb jouw fiches bij. Echt? Oké, wacht. Dan ga ik nu, omdat ik het zo goed vorige keer gedaan heb, let op. Zet ik er nu 1000 in. 1000? 1000 zet ik in. We gaan winnen. Ik krijg een 4. Ach. Ik krijg een 10. Oh, hij krijgt weer een 10, hoor. Boom! 20! Henkie, ik zal geen kaart meer accepteren van die Chinees. Hoezo niet? Dan ga je verliezen. Als je boven de 21 zit, ben je uit de spel. Nee, oké, dan doe ik het niet hoor. Dan stop ik. Ik heb 12 vanaf, is dat goed? Hey, ik heb 2000 chips gewonnen. Ik ben 75. Heerlijk. Hoe oud? 75. 75? Ik dacht dat die 110 was. Nee, joh. Ik zet 2000 in. Oké, daar gaan we jongens, daar gaan we.
Ik wil er nog één. En dat is een aas. Dat is 16. Oeh, nee, dat stop niet ik. Riskeren, dat stop ik. Kijk, wat fijn dit. Ik heb 4000 chips gewonnen. Ik ben echt goed hierin, hè. Ik heb inmiddels nog 5000 chips. Ik ga al in. Ik zet 4000 chips in. Ik heb 500. Zo, dan overtreft u mij. Ik heb 8. Ach, ik heb 11 zeker. U bent 80. Nee, 75. Er komt-ie hoor. Er komt-ie. Er komt-ie. Ja, stoppen. Boom. 20. Stoppen, Henk. Stoppen. Ik kan dit. 19. Wij kunnen dit. We hebben allebei. Dit kunnen we allemaal. Dit kunnen we. 24! We hebben gewonnen! 8000 chips! Ik heb gewonnen! U heeft gewonnen, Gerard! Nee! Ik heb 8000 chips. Ik ga nu inzetten. 8000! Nee, Henkie. Henkie, je bent alles kwijt, hè? 8000! Zo! Alles kwijt raken. Daar gaan we, hoor. Ik ga nog een 10 pakken en dan heb ik 21. Daar komt ie. 21. Hoppakee. Oh, 17. Stop. Ik heb 8 op 10, is dat goed? Ja, ik ga best. Ik heb 24. Dat is goed. Nee, dat is goed. Dat gaat hij heeft 12. Hai, opa. Hé, ik heb gewonnen. 16.000 chips. Ik heb 16.000 chips gewonnen. Ik zit in. 16.000. Ach, ik ben niet goed. Gerard, vertrouw je me? 16.000. Dat komt helemaal goed. Dat is niet goed, hoor. 16.000. Dit komt helemaal goed. 100% verliezen. 16.000 zet ik in. Let op, hoppakee, 10 en 21. Boom! Oh, 18. En boom, 11. 18. Oh, nee. Oh, gelijk! Dus ik krijg niks. Oh, dat is maar goed ook, anders was ik al spijt geweest. Oh, dus niks en altijd uiteindelijk. Zie je, dit kan allemaal makkelijk. Nee, ik zet 15.900 in. Let op, daar gaan we. Ik kan niet fout gaan. Ik hoef en een aas en heb ik 21. Hoppakee, 19. Wat zet je in, Henkie? 15.900. Henkie, ik ga er vandoor. Je gaat er vandoor, Gerard. Is ja, goed. Dankjewel voor de gezelligheid. Oh, Gerard, kom ik ben mijn geld kwijt. Ja. Ik ben mijn geld kwijt. Hoeveel had je ingezet? 15.000 euro. Dat ben ik al kwijt. Dat is niet zo handig, hè? Nou, ik dacht ik zet gezellig alles in. Maar joh, het was toch maar viesjes. Het gaat toch niet om echt geld dit. Het zijn toch allemaal rare muntjes. Nee, klopt, maar je kan ze wel omzetten, hè, voor 1 euro per stuk. Meen je dat? Ja. Dus ik ben 15.000 euro kwijt. Ja, ik ben 15.000 euro kwijt. Oh, waarom zei niemand dat tegen mij? Ik had 15.000 euro, joh. En dan zegt niemand dat tegen mij. Ik dacht dat ik met rare muntjes aan het spelen was. Waarom zei niemand tegen mij dat het om echt geld ging? Ik dacht dat het om die rare munteenheid ging. Daar had ik toch helemaal niks aan. Ik had 16.000 donuts kunnen kopen, joh. Maar goed, kijkers. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Ik vond het super gezellig. Ik heb het super leuk gehad. Jammer dat we in ieder geval 16.000 euro zijn verloren. Want ik had zoveel donuts kunnen kopen. En lekker met Jean-Peter en Roy kunnen eten. Maar ja, dat gaat allemaal niet gebeuren nu. Dus dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe maar even een duimpje omhoog. Dan spreek ik jullie later. Glaasje water. We tellen tot 4 flesje bier. En abonneer nou maar eventjes. Want we hebben bijna 100.000 abonnees. Het gaat echt binnenkort gebeuren. Doei. Yeah.